DuckTales is een serie die ja, zo tot de verbeelding gesproken heeft en nog steeds doet bij zowel jong als oud. Mensen beginnen er elke keer weer over. Ik kom op feestjes en dan is het, ah, wil je mijn voicemail inspreken? Krijg je ineens een telefoon onder je neus. En ah, doe het nog eens. En ja, dat hoort erbij. Het leven is een wervelstorm hier in Dukstad. Auto's, lasers, vliegmachines, bliksemstiswaard. Ik deed dus voor Disney de films. En op een goed moment komt daar een serie. De DuckTales. Nou, of ik dat wilde regisseren. You sure enjoy your money, don't you, Uncle Scrooge? Aye. I love shoveling it around, swimming in it. But most of all, I love counting it. Sokken van der Made als Dagobert. Nou, die is kilometers verwijderd van Amerikaan. Maar dan ook kilometers. Maar ik weet niet waarom. Dat moet Sakko doen. Ik weet niet waarom. Dat moet Sakko doen. U beleeft echt veel plezier aan uw geld, hè, oom Dagobert? Ja, nou, ik mag er graag in spitten en in zwemmen. Maar het liefste tel ik al mijn geld. Laat me los, jongens. Mijn geld is op. Is moet alles erop. Hoe kan ik iets weggeven als ik het niet krijg? Sakko van der Made was een geweldige oom Dagobert. Zo expressief. Hij hoefde zijn stem er niet voor te verdraaien. Hij deed dat met zijn eigen stem. Maar hij legde wel het karakter van die vrek. Dat legde hij perfect in die rol. En ja, generaties zijn opgegroeid met die stem als oom Dagobert. En ik vind hem echt geweldig. Op 7 minuut 50 neefje, 7 minuut 55 Dagobert. Sakko van der Made was al op leeftijd toen die oom Dagobert speelde. Was al in de 70 volgens mij. En ik herinner me nog dat hij wat moeite had om de tijdcode te zien. Die werd ook deels afgeplakt omdat hij anders gek werd van al die snel bewegende digits. Maar ja, een voortreffelijk acteur die die rol met zoveel expressie heeft gedaan. Ja, de allermooiste Dagobert die er ooit geweest is. Ik zal een baan moeten gaan zoeken nu ik helemaal geen geld meer heb. Zou iemand nog een oude eend kunnen gebruiken om hem in zijn geld te laten zwemmen? Wat nu, oom Dagobert? Oh, wel alle dollars! Oh jongens, jullie zijn de beste vrienden die mijn geld kan hebben. En de beste vrienden die Dagobert Duck ooit heeft gehad. Eerst werden die drie neefjes door een meid gedaan, geloof ik. Ik weet iets. En Bob van Houwen komt auditeren, want zo heb ik hem leren kennen. En die doet ineens iets. Die denkt, wat gebeurt daar? Ik werd gebeld door Arnold Gelderman. Die had mijn demoband gehoord. En die zei, Bob, er staat zo'n hoog stemmetje op. Als je dat een beetje meer zou kunnen laten kwaken, dan zou het wel eens geschikt kunnen zijn voor een serie waar wij nu mee gaan beginnen. Die heet DuckTales. Want wij zoeken iemand die kwikwek en kwak een stem kan geven. Hij zegt, ga daar eens op oefenen, dat je dat wat meer kwakerig kan laten klinken. En kom dan langs in de studio. Dus ik naar mijn vader, ik zeg, heb jij nog oude Donald Duck films? Maar ja, die waren natuurlijk heel anders dan DuckTales. Dus ik luister en kijk naar die neefjes en ik ging dingen uitproberen. Ik kom in de studio en nou, ga maar zitten en ik kijk naar die film. En ja, toen begon ik van, alle kwakers! Oom Dagobert, wat leuk! DuckTales, een nieuwe serie! Nou, Arnold lag helemaal onder de tafel van het lachen. Die zei, ik stop met zoeken, je hebt de rol. En toen vroeg ik van, ja, wat is dat dan? Eén film of is het dan een serie? Hij zei, het zijn 100 afleveringen en het is één van de hoofdrollen. 3 van de hoofdrollen, eigenlijk. Kijk uit! Hey, waarom maakt die geest gebruik van een deur? Is dat een raadsel of een flauwe grap? Laat ook maar. We moeten een Dagobert hieruit krijgen voordat de geest terugkomt. Ik heb nooit kunnen onthouden wie kwik of kwek of kwak was. Maar omdat ze toch verschillend van karakter zijn, heb ik me altijd georiënteerd op de kleuren van hun jasjes en petjes. Rood, groen en blauw. En ik onthield gewoon groen, dat was de meest naïeve. Die was was een beetje kinderlijk, zacht, aardig. Die rode die was brutaal, die sprak meer een beetje. Nou ja, dat zegt ik qua jongen, zeg maar.
En die andere die zat daar een beetje tussenin. Dus ze waren ja, echt wel verschillend van karakter. We moeten op onderzoek uitgaan. Dan vinden we misschien een antwoord. Mooi, maar wat zijn dan de vragen? Vaak als we opnamen de deur stond open... kwamen lopen de mensen in de gang langs. Die hebben iets van, wat gebeurt daar? Maar ik kan mij voorstellen dat iemand zegt... is er wat, doen ze er wat mee, technisch, dit geluid? Ik heb gehoord dat vaak mensen dachten dat de stemmen gepitcht waren. Hè, dus elektronisch omhoog geschroefd. Maar... Dat is niet zo. Nee, ik heb het zelf gedaan. Sterker nog, er waren protesten vanuit Amerika... want die hadden een sample van mijn stem gehoord. En die zeiden, ja, dat is... met een harmonizer gepitcht. En nee, zei Arnold, dat is niet zo. Die man die doet dat zelf. Nou, stuur dan eens een sample van zijn normale spreekstem. Ja, dat heeft geen zin, want die lijkt in de verste verte niet op de stem van de neefjes. Ze hebben zelfs iemand gestuurd naar de studio. Die is naast me komen zitten. Want die wilde, denk ik, checken of ik niet zat te knoeien met helium of dat soort dingen. En ik begon zo te praten en hij zei alleen maar van... You really do that yourself. Ik zei, ja. I like it. Hij vond het leuk. Het werkte heel traag als je het vergelijkt met de werkwijze van nu, met die banden. Want je hebt dan een pre-roll, zoals dat heet, die band. Die grote band moest dan weer terugspoelen. En dan moest je weer wachten tot die ging lopen. En ja, het moest wel in één keer helemaal goed zijn. Dus en de timing moest goed zijn. De lengte van wat je deed. Het acteren moest goed zijn. De verstaanbaarheid. En als je dan zo'n rare stem doet als ik met die kwik, kwek en kwak. Dan was verstaanbaarheid nog wel eens een punt... Dan zei Arnold, die het regisseerde, van... Bob, leuk geacteerd. Goed getimed. Maar ik verstond je niet. Oké, nog een keer. Zo ging dat dan. Dus ik heb elk zinnetje in DuckTales, nou, tig keer opgenomen. Oom Dagobert, kom hier voor Bob. Aan elkaar. Jij deed Oom Dagobert, kom ja, hier. Dan ben je weg. Ja. Dus dan, Oom Dagobert, kom hier. Ik ben na elke sessie op mijn wenkbrauwen de studio uitgekomen. Zo kapot was ik. Want Arnold was alleen tevreden met het allerbeste. Ja, misschien ook wel de mierenneuker geweest ben. Ja, geef ik gul toe. Daardoor misschien een beetje voor de tijd waarin wij nu leven... wellicht een beetje te duur. Ik heb natuurlijk 3 jaar lang intensief met hem samengewerkt... en daardoor heel veel van hem geleerd. Ik heb hem ook wel eens geobserveerd. Die kans heb ik wel eens gekregen als hij andere mensen aan het regisseren was. Ook hoe hij dat met kinderen deed. En dat... is fenomenaal om te zien hoe die iemand helemaal met zachte hand... maar toch weet te kneden naar de rol zoals hij hem wil horen. Kijk, dat werd er ook ingehamerd door Disney, hoor. We want quality. Ha, zoek snel de mail af. Kunnen we maar hierop liever lezen? Misschien staat er wel ergens uitgang. Maar we kunnen hierop liever lezen. Het handboek voor de jonge woudloper. Ik heb aan DuckTales gewerkt, volgens mij van 1988 tot 1991, dus 3 jaar lang. Maar het is daarna eigenlijk onafgebroken op televisie geweest. Tot vorig jaar aan toe, wel eens in de afgelopen jaren een jaartje niet. Maar ook elke keer weer herhaald en dan weer bij de Belgen en dan weer bij ons... en dan weer bij de commerciële en dan weer bij de publieke. Maar ja, als ik betaald had gekregen voor elke herhaling... dan was ik nu met pensioen geweest. Maar dat is niet het geval. Hallo kwakels! Vond je dit een leuke video? Vergeet dan niet om hem te liken, een reactie achter te laten en hem te delen met je vriendjes.